Oh, hij neemt de afsprong. Ik heb vis gevangen! Oh my god, jongens. Ik dacht, waar ligt Nacho nou? Maar die ligt helemaal plat daar. Op de grond. Net zoals Suske, die ligt ook lekker. Dus ze durven wel bij elkaar te slapen. Hé, jongen. Blijf maar. Hij ligt een beetje tegenop een heuveltje. Hé, knapperd. Blijf maar liggen. Oh, jij vindt het... Oh, ja, dat gaat als je tegenover een heuvel staat. Sukkel. Hé. Hey. Hi, knapperd. Lag je lekker lang uit te slapen? Oh, lief. Wat lief, wat zie je eruit ook. Alsof je achterstevoren door de heg getrokken bent. Lekker hè, zusje ligt ook lekker te slapen. Morgen gelijk weer, oh nee, beschermen. Ja. Hij zegt, zus, snel opstaan. Oh. Gevaar, gevaar. Wakker worden. Oh nee, dropje. Nou, we gaan Mar en Natje pakken. We gaan lekker een stappetje maken. Nou, we zijn helemaal opgezadeld. Nog eventjes wennen en alles. Maar het ging best wel goed. Ik heb Mar ook opgezadeld. Ik ga dan even eerst zitten, zodat ze me even een handje kan helpen. Zodat hij niet stil wil staan. Want ik heb natuurlijk alleen maar dit krukje. En niet echt zo'n heel stevig opstapblok. Ik stap ook heel vaak via de tafel op bij Mar. Of via zelfs de tuin. Maar deze is een stukje groter. Ik ga de GoPro aanzetten. En dan gaan we gewoon even een simpel stap. Misschien een klein draf ritje maken. Ja, dat kwam niet vooruit. Dat is zo zeggen. Zo jongen. You're a bad choice. That I made 5 years ago at some party in New York. Are you texting me to tell me that I'm shit? Why are you still going out with things I never did? Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case you think should be alone. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep cause of you. But I still have my friends, don't want you. You're a nightmare, reminding me of who I am. I feel scared sometimes. Would you leave me be? I know I'm a mess, but I don't need you to tell me. We zijn terug van buitenrit. En ik dacht, ik zet even het draad open. Zodat we de wei op kunnen gaan. Hey, dikkertje. Kom jij er ook aan? Let's go de wei op. Kijken of het een beetje in harmonie met z'n viertjes kan. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Maar Nacho, die weet natuurlijk nog helemaal niet dat hier de wei is. Dus die gaat nu gewoon lekker staan hooi eten daar. Dus die moet ik even halen, denk ik. Hey jongen, jij mag ook de wei op. Ik wil eigenlijk, zolang het nog zo staat allemaal... Denk ik dit hoekje anders doen. Maar dan moet ik het draad weer gaan knippen. Dat ik hem hier zo aan vastmaak. Want dan heb je hier niet zo'n hoekje. Want we hebben al een paar keer gezien dat hij dus hierin gedreven wordt. En dan kan hij er niet uit. En dan kan ik ook deze openzetten. Zodat ze er wij op kunnen gaan. Want heel vaak dan snappen ze dus niet meer dat ze daar erachter uit moeten. En dan gaan ze hier zo voor staan. En als ik dan deze misschien zo doe.
Als hij dicht is, zit hij daar vast. Is hij open, dan hang ik hem gewoon op. En dan kunnen ze gewoon hier erin en uit. Ik denk dat ik dat misschien morgen of zo even ga doen. Kom maar, jongen. Ik dacht, doe het maar gewoon meteen. Oeh, de wei op. Lekker, hè? Grasjes. Ja. Stuur ik ook fijn doordat ze op zo'n track staan. Dat we dan dit weilandje lekker groen kunnen houden. En hopelijk natuurlijk straks daar ook weer twee. Dat het lekker groen blijft. En dat je zo af en toe zelf kan bepalen wanneer ze erop gaan. Dan blijft het ook wat langer allemaal. Dit moeten we gewoon even opnieuw een keer inzaaien. Want dat is een beetje mislukt. Maar hier zo is het goed gelukt. Oh, hij gaat even de heuvel op en af. Goed voor de bilspiertraining. Oeh, nu sta je er bovenop. Ik vond het een beetje spannend om deze circuit de eerste week open te zetten. Omdat je maar hoofdige verschillen hebt en zo. Maar nu gaat het denk ik best wel... Oh, hij neemt de afsprong. Oh. Hij nam de afsprong naar beneden. Nou, Notch, weet je dat ook gelijk weer voor je eventing carrière? Maar op zo'n weiland hebben ze natuurlijk vaak wat meer ruimte. Omdat ze ook overal eten hebben. Hoeven ze elkaar ook niet weg te jagen. Oké, plan B. Ze staan er 10 seconden op en ik ga ze er weer van afhalen. Want ze zijn allemaal eikels aan het eten. Het zijn gelukkig geen groene eikels meer. Die zijn natuurlijk nog giftiger. Maar meestal eten ze gewoon het gras ertussen uit. En laten ze die eikels met rust. Maar ik denk dat ze hem nu wel erg lekker vinden. Want ook die is eikels aan het eten. Dus ik ga denk ik eventjes... Ik ga denk ik eventjes afzetten. Dat ze niet bij de eikels kunnen komen. Hoi! Word je weggejaagd? We hebben het even afgezet. Dus ze kunnen de heuvel niet op. Ze kunnen wel bij het waterbakje. Maar daar gaan ze toch niet in of zo. Daar maken ze geen gebruik van. Ze zijn nu wel echt lekker grasje aan het eten. En Nartje net ook wel. Maar je merkt dan wel, omdat het natuurlijk echt wel een klein stukje is om met 4 paarden op te hebben staan. Dat Marley wel Nartje gaat wegjagen. Maar goed, er is op zich wel ruimte voor. En... Nou goed, hebben ze even een uurtje gras en haal ik ze daar dan wel weer vanaf. Wel irritant met die eikeltjes. Ik ben blij met die bomen voor de schaduw in de zomer. Maar in de herfst is het wel onhandig met alle eikels. En het zijn er zoveel. Als je dat allemaal moet gaan weghalen, ben je echt uren bezig. Daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus dan maar zo. Hey, Aksje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Welke dag is vandaag? Zondag. Ik heb wedstrijd weer met Mars. Is lange tijd. Remke is net aangekomen. Hoi. Mars ziet er weer spik en span uit. Ik ben natuurlijk best wel een beetje zenuwachtig. Je hebt op zich wel vertrouwen in, want het laatst ging natuurlijk heel goed. Of tenminste heel goed, ging al een stuk beter. Maar ik heb afgelopen week absoluut niet meer kunnen oefenen. Dus ik ga straks dat nog een beetje tijdens het losrijden oefenen. Maar eigenlijk moet je natuurlijk tijdens het losrijden dingen niet meer oefenen, maar gewoon lekker losrijden. Dus vandaag is gewoon een oefenhondje. Wees rustig aan het losrijden. En Aisha en ik vinden dat hij de keurig aanloopt. Zeker. Hij is lekker voorwaarts. Ja. Keep on going, Vee. We gaan beginnen met de proef. En omdat ik niet super tevreden ben over hoe alles ging, laat ik hem niet helemaal zien, maar een beetje de highlights. We begonnen AC binnenkomen in draf en daar kregen we gelijk een 7 voor. Maar dat doen we eigenlijk altijd wel goed, omdat ik hem gewoon heel netjes recht kan rijden. Schouder binnenwaarts een 6, half volt, half baan een 7. En het appiëren, wat je hier dan ook ziet, kregen we een 6 voor en die telt 2 keer. Daarna krijgen we het M afwenden een 6,5. En daarna hadden we weer schouder binnenwaarts. Die ging inderdaad wat minder. Kregen we een 5 voor. Halve volte, halve baan heb je dus een 6 en een half. En dan weer het appiëren een 6. En dat was ook weer een dubbelteller. Dan krijg je MXK van handverander uitstekte draf een 6. Ja, dat was niet fantastisch. Maar dit al een beetje verruimen. Ik heb hier wat zesjes gereden. Ik vond het ook wel jammer dat deze verruimde stap niet zo goed ging. Want die ging laatst met die generale repetitie wat beter. Dan krijg je dus hier SI halve volte halve baan tussen ING eenvoudige galopwissel. Nou, die overgang van galop naar stap ging best netjes. Deze van galop of van stap naar galop ging echt weer vreselijk. Maar alsnog een 6,5 gekregen, dus daar ben ik best wel blij mee. Nou, middengalop ook 6,5. Daarna kreeg je dus nog een keer FD halve volte halve baan en dan eenvoudige galopwissel. Daar kreeg ik een 5 voor, die was ook ietsjes minder netjes. Verzamelde draf kregen we een 6 voor.
En dan heb je hem van hand veranderen, paardhals laten strekken. Dat doet hij heel erg netjes. Ik had iets hoger verwacht. Ik heb een 7 gekregen, nog steeds wel prima. Maar ik dacht, dat doet hij best netjes. Ik had misschien net iets hoger verwacht, maar oké. De derde en vierde eenvoudige galopwissels die je dan zo op de diagonaal doet, die mislukte best wel. Dus heb ik 2,5 voor gekregen. Wat ik nog best wel vond meevallen, want het zijn dubbeltellers. Dus ik vind het helemaal prima om een 5 te krijgen. Want bij volgende jury kreeg ik daar echt een 1 voor. En dan nog 2 keer een 7 voor uitgestrekte galop en overgang verzamelde draf. Half volt, half maan, 6,5. En voor halt houden en groeten een 7. Die ging ook heel goed. Hij stond ook heel mooi vierkant. Nou, voor de gangen, impuls en rechtgerichtheid ontspannen, 6's. En dan voor harmonie en houding en zit, allebei 7's. Kijk mijn puppy, kijken dan. Wat kijk je blij. Zo knap ben je. Wordt niet gelukt of zo. Oh, dropje. We gaan even een outfit of the dayje doen, jongens. Voor het geval mensen willen weten waar iets vandaan komt. Dit hoofdstel, dat komt van Cavalcade. Dat heb ik ooit in de Black Friday sale gekocht. Ik heb een trustbeeldje. Mijn teugels zijn van Topfit Horse Shop. En ik zweer bij die dingen. Ik heb ze ook weer voor Nacho. Zadel dan Skyway van Countrymail. Dekje dan natuurlijk Lumieux. En mijn beugels van Jane Stirrup. En ook de single is van Topfit Horse Shop. Dan hebben we Mars een outfit volgens mij compleet. Dan mijn outfit. Wil een van jullie die even filmen? Mijn nieuwe cap van Kask natuurlijk. En kijk even naar mijn netje. Die heb ik dus van Frontriemershop gekregen toen ik dus op Horse Event was. Toen heb ik ook die frontriem gekregen. En er zit dus ook zo'n donut nog onder. Handschoentjes van Kuur, jasje van Spooks. En rijbroekjes van QAP, riem van mezelf, shirtjes van QAP ook. Laarzen, Mountain Horse. Sporren, chinstirruk. En sokken ook QAP, maar die zie je niet. Volgens mij is dat alles. Hè? Aan de outfit zal het vandaag niet liggen. Nee. Goed gedaan. Ik heb vis gewonnen! Oh, mijn reactie, jongens, binnen. Zij zeiden ook van, we hadden het echt moeten filmen. Maar ik was echt niet uitgegaan van winst. Want ik dacht wel, het gaat wel beter, maar we zijn er nog niet. En toen zag ik zo het begin van gewoon... Dat was niet mijn paard, toch? Nee. Dat was, ik zag zo het begin van mijn protocol. 7, 6,5. Toen dacht ik, oh, het begint goed. En daarna ging het al iets slechter allemaal. Maar ik dacht, nou, als ik dan een paar 7's heb gereden. En dan een paar 5's er tegenover, prima. Toen sloeg ik de pagina om. En toen zag ik staan, 214,5. En dan vind ik het schrijven. Oh my god, nooit meer dressuur. Nooit weer dressuur met Bar. Onze maandenlange voorbereiding, training heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. Maar en deze jury, want jullie kennen hem toch? Ja. Dat hij dus gewoon punt als het goed is en ook gewoon punt als het slecht is. Ja, dat slecht punt dan. Dus dat het gewoon echt een eerlijke jury is. En toen dacht ik, weet je, ik vind eerlijke jury helemaal prima. Als ik dan ook slecht rijd, dan is het ook prima. Ja. Maar als ik dan ook nog eens hoor dat zo'n jury mij deze punten geeft, ben ik echt helemaal blij. Maar het ging ook echt super. Ja, het zag er echt netjes uit. Ja. Dank jullie wel. Volgens mij was al top. Dank jullie wel. Wij zijn thuis en we hebben nog even een leuke foto gemaakt. Die ik dan gelijk op Insta kan zetten. En doe ik later die foto's die we met Remke gemaakt hebben. Oh, wat ben je knap, hè? Kijk hem nou. Laatste keer knotjes in bij mij in ieder geval. Oh, misschien wil Noek ooit met je op een dag wedstrijd rijden. Dat weet ik niet. Maar oh, kijk nou hoe knap je bent. Ja. Je bent zo ontzettend knap. Zo goed gedaan. Oh, zo moe ook nu, hè. Nou, ik ga even de knotjes eraf halen. En het is best wel lekker weer buiten. Dus dan mag hij weer zonder dekentje lekker buiten gaan staan. Dan zal ik ook even bij Nacho kijken of ik hem zonder dekentje doe. Het gaat namelijk nog niet per se heel veel beter in de kudde. Marge hier zo doet nog steeds wel jagen. Maar volgens mij doen ze niet echt meer trappen en bijten. Want ik dacht van, dan laat ik die deken op. Dan kan hij in ieder geval niet meer wonden krijgen. Of zijn hals en zo kan natuurlijk wel. Maar niet op de plekken waar de deken zit. Maar ja, als het zo warm is, is het ook een beetje zielig om te houden. Oh, kind. Wat een gegaap. Ja, ik ga even zijn knotjes eraf halen. En dan gaan we hem snel terugzetten. Hij is lekker terug in de paddock. Zit even te kijken van, Nacho is er ook nog steeds. Dat is weer jammer. Hé, drama queentje. Knap kind ben je. Hé, Aksje. Wat zie jij eruit? Feliciteer je hem ook eventjes? Nou, doe eens lief tegen hem. Hij heeft hartstikke goed zijn best gedaan. Klein nelpaardje, ja. Maar, ga gewoon rollen en ga eten. Niet naar zo lastig vallen, please. Dit is best wel schattig. Mardi was boos aan het kijken en Aks kwam ertussen staan.
En die deed echt zo tegen Mar van, Marley, doe normaal. Laat hem met rust. En nu staat Mar er niet heel vredig, maar hij staat er wel gewoon rustig naast. Topper Ax, kom maar op voor onze Nacho. En hier hebben we ook een heel lief dropje, hè? Ja. Maar... kleine boef. Ga lekker rollen en eten. Ja, je ziet er niet wat. Suske loopt ervoor. Maar kijk, Ax doet echt zo van, hallo. Laat hem met rust. Oh. Je hebt het geprobeerd. Je hebt het geprobeerd. Dankjewel. Ja. Iedereen heeft geluk, want ik heb de wei opengezet. En eigenlijk gewoon speciaal voor Mar natuurlijk, omdat hij het zo goed heeft gedaan. Dus iedereen mag even lekker de wei op, zolang natuurlijk het prachtige weer het nog toelaat. Ik ga eerst even naar binnen toe. Dan plaats ik dat fotootje even op Instagram. En dan ga ik alles opruimen. Ook dit. Want eigenlijk zit hooi nu hier beneden op. Allemaal nog los spul. En dat ga ik dan natuurlijk even in de hooibakken doen. Deze gaat dan weer daarheen. En dan beginnen we gewoon weer zoals van ouds. Opensnijden en dan naar beneden gooien. En dan doe ik gelijk even uitmesten. Want ja, gewoon, je merkt echt nu met 4 paarden. Echt elke dag moet doen. Liefst gewoon 2 keer op een dag. Omdat het dan gewoon behapbaar blijft. Noek heeft het gistermiddag nog gedaan. En nu messen ze ook natuurlijk best wel veel daar zo. Daar ruim ik het niet op. Vind ik niet nodig. Maar je merkt het wel met 4 paarden, moet ik zeggen. Ik ben zo goed als klaar met opruimen. Ik moet alleen nog even de poetsplaats van de mest van vanmorgen opruimen. Ik heb hier zo helemaal opgeruimd. Aangeveegd. Dit weer neergezet zoals het hoort. Hé, hey, Natchie. Dit heb ik nog niet aangeveegd, maar dat komt morgen denk ik wel. Hey, ik heb Bart wel uitgemest. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Gaat wel goed volgens mij, hè? Met een dropje ben je. Die hooibak alvast gevuld. En die daar zo ook. Paardjes weer van de wei afgehaald. Mar stond op een of andere manier in zijn eentje op. En de rest, die ging er niet op. Ik denk, nou, dat is dan ook weer niet echt nodig. Wat een gezelligheid. Elkaar krabben. Heel liefies. Nou, die hooibak even gevuld. En dan lekker uitgemest. Hé, hey, er komt een Nacho. En nu is het tijd om zelf een keer te gaan eten, want ik heb vanochtend door zenuw natuurlijk geen hap door mijn keel gekregen. Niet eens wat gedronken. Dat Remke voor mij een flesje water heeft meegenomen. Zodat ik in ieder geval mijn mond soort van vochtig kon houden met kleine slokjes. En ja, dus ik ga nu maar even voor het eerst wat eten. En met Sjoerd ook. Want Sjoerd is walnoten aan het rapen. Met Pip samen. Ik vind het best veel, maar ik ben echt wel klaar mee. Ja, er liggen echt fucking veel walnoten. Ja. Oh ja, je ziet echt, of het zijn het ook lege heel veel. Ook, maar ook niet volle. Nou, het, is ook, het gras is best wel lang, dus sommige liggen gestopt. Ja, dat snap ik. Zit leuk. Die ging net in de boodschappentas. Oh, heb je daar een foto van gemaakt? Ja, maar het ging er al wel uit. Pip Roan, hallo. Zo lief ben jij, ja. Zo lief ben jij. Ja. Tas. Pak dan aan, Pip. Pak hem. Yeah. Ik ga zo zelf ook nog eventjes de vlogbeelden terugkijken van de proef. Omdat ik het gewoon nog steeds in me kan geloven, jongens. Ik heb gewoon de winst verwend. En voor sommige mensen zal het niet zoveel betekenen. Maar als je mij al een paar maanden volgt, dan weet je hoe druk ik bezig ben geweest met deze winst betalen. En dat het eindelijk zijn vrucht heeft afgeworpen. Zowel de trainingen als ik denk dat ook wel deze jury dus best wel chill was. En waarom ik natuurlijk graag die winstpunt wilde, is omdat ik dan andere dingen met Mar ga doen. Niet meer die focus op dressuur. Lekker wil gaan mennen met hem. En die serie wil gaan opnemen. En dat we nieuwe discipline gaan zoeken. Dan kan Noek ook op hem gaan rijden. Dan als ik misschien ooit op een dag Nacho ook in de set krijg. Heb ik 2 paarden set gestart. En dat betekent dan weer iets binnen de KNS. Mag je volgens mij daarna flexibel starten of zo. En ik wil heel graag juryopleiding gaan doen. Zelf ook. Want ik vind jury super leuk om te doen. En als ik namelijk zelf ook een winstpunt in de set had. Dan mocht ik tot en met M jureren. En anders mocht ik maar tot en met L jureren. Dus ook daarom wilde ik hem graag hebben. En daar heeft Marnie mij bij geholpen.